بعرستيني إن شاء الله الدار اليوم لكم انتم سواء الأطفال ولا الأبناء. وهالعمل الحمد لله كنا كنستعدوا ليه هذه واحد المدة باش إن شاء الله يكون هالعدد ديال الأطفال بيناتنا اليوم كيشتركوا، رغم أنه واحد العدد منهم كيفضل تكون المسابقة في الآيات الصغيرة ديال القرآن باش حتى هو بالنسبة للكبار غتكون إن شاء الله حزب ونص، بالنسبة للمتوسطين حزب ولا حزب وشي حاجة. إذن من دابا باش أنت تكون من الفائزين إن شاء الله برضا الله سبحانه وتعالى غادي إن شاء الله تحفظ جوج الأحزاب إلى خديتي وغادي يكون خير إن شاء الله. والقيمة الجوائز اللي غادي تكون في رمضان في العشر الأواخر ديال رمضان غادي تجاوز إن شاء الله توصل حوالي 1000 يورو بإذن الله. هذه أولا. ثانيا نبغي نقول للآباء، الآباء ديال الأطفال كلهم راه أنتم اللي فزتوا، لأن الأبناء ديالكم شجعتوهم وعرفتوهم على الجامع والمسجد وجاو وقراوا آيات الكرسي، واخا ما صيبوهاش واخا غلطوا فيها ماشي مشكل، هذا نجاح كبير، هذا نجاح كبير بالنسبة للأطفال ديالنا. وبالنسبة للمسجد اللي تيقول بعض الدور هو الدور ديال المسجد، هو دور إشعاعي يقوم بدور ديال الأنشطة الثقافية الأنشطة الدينية، هذا هو الدور ديالو ماشي غير الصلاة فقط. إذا إن شاء الله ريتما الأخ عبد الرحمن يجمع النقاط ديال الأطفال وغادي ان شاء الله نعطيو الفرصه للعبد العزيز المغرب باش يترجم هذه الكلمه، ومن بعد اذا ما سمعش الاخ عبد الرحمن غادي نصليو، من بعد نرجعو للنقاط ونمشيو نتعشاو ان شاء الله للبرشا. تنقول لكم غادي نمشيو باش نتعشاو باذن الله باذن الله. Niet tot de ouders. Dus luister goed naar wat ik ga zeggen. Ik doe dit uit mijn hoofd, ik ben niet voorbereid. Maar ik doe mijn best om in ieder geval zoveel mogelijk aan jullie over te brengen. Ja? En ik kijk ook naar jullie gezichten en aan de hand daarvan weet ik of jullie me begrijpen of niet begrijpen. Dus als ik vraagtekens zie in jullie oogjes, dan zal ik mijn woorden herhalen. Ik probeer een beetje de tijd te rekken. Soms gaan denken van ja, wat praat die veel. Dat komt omdat de imam Abd al-Rahman nog bezig is om de punten samen te stellen. In ieder geval een kleine samenvatting van een paar woorden die de imam, onze imam, Sheikh Mimoun, heeft gezegd. Hij heeft een hele belangrijke hadith. Een hadith is iets wat de profeet ooit heeft gezegd. Alayhi salatu wassalam, moet jullie zeggen, sallallahu alayhi wasallam. Wat hij ooit heeft gezegd over de Koran. Hij heeft gezegd, probeer het goed te vertalen, de beste van jullie, dus de beste van de mensen, zijn degenen die de Koran hebben geleerd en de Koran aan anderen hebben onderwezen. Ja? Dus de beste van jullie. En daarmee geeft hij het belang van de Koran aan. Ja? Dus onthoud deze twee simpele zinnen. De beste van jullie zijn degenen die de Koran hebben geleerd, gememoriseerd en ook de betekenissen van hebben opgezocht en proberen te begrijpen. En ook weer aan anderen hebben onderwezen. Ja? Wat de imam ook heeft gezegd is dat wij gasten zijn bij jullie. Jullie hebben prachtige recitaties aan ons gepresenteerd. Daar zijn wij jullie zeer dankbaar voor. Ten eerste. Ten tweede, gefeliciteerd aan jullie ouders. Dus degene van wie de ouders hier niet aanwezig zijn of wel aanwezig, maar de taal niet goed snappen. Straks als jullie thuis zijn, zeggen jullie tegen je ouders gefeliciteerd voor het feit dat jullie een hele belangrijke ayah uit jullie hoofd hebben geleerd. Ayat al-Kursi is een beschermende ayah. Ja? Dus altijd als je van huis naar buiten gaat, of als je naar school gaat, of je iets belangrijks moet doen, reciteer deze ayah in je hoofd. Ja? Probeer deze ayah elke dag voor het slapen gaan, voordat je naar school gaat, want het is een bescherming. Ja? Dus ik feliciteer jullie ook dat jullie deze ayah, misschien voor de wedstrijd, misschien niet voor de wedstrijd, maakt niet uit wat de reden is dat jullie deze ayah hebben gememoriseerd. In ieder geval, het is iets belangrijks wat ik hoop nooit zullen vergeten. Ja?
Als je over een week jezelf even toetst en ziet dat het weer een beetje aan het wegvagen is, doe je best om het weer te leren. Ja? En wat ook gezegd is, een aankondiging. Een aankondiging is, het betekent voor degenen die het niet weten, iets wat er aan zit te komen. Dus let even goed op, jongens. Ja? Een aankondiging. Wij zijn hier begonnen met een hele simpele wedstrijd, competitie, tijdens het vorige Ramadan. Een aantal van jullie waren aanwezig. Heel simpel, symbolisch, kleine prijsje, omdat we toen nog vrij nieuw zijn als moskee en nog niet ervaring hebben. Vandaag hebben we iets meer ervaring en zien jullie van wat er georganiseerd is, waar we enorm trots op zijn. Maar er komt iets nog veel groters en aan jullie om daar heel goed voor te bereiden. Tijdens de aankomende Ramadan, dus jullie hebben minimaal 5 maanden voorbereiding, ja, gaan wij een grotere competitie houden hier in deze moskee. Waarbij, even kijken, op leeftijdscategorie, dus het is niet alle leeftijden bij elkaar, maar per leeftijd gaan wij de jongens en meisjes toetsen op hun hefd. Een hefd betekent hoe goed je de Koran uit je hoofd hebt geleerd. En ook hoe goed je het uitspreekt. Ja? Wij gaan nog aangeven welke hisb je dan uit je hoofd moet leren. Of anderhalf hisb, of misschien 2 hisb. Wie niet weet wat een hisb betekent, moet straks even bij zijn vader of zijn moeder vragen. Maar de totale bedrag van de prijzen geldt is 1000 euro. Dat gaan we verdelen over de eerste, de tweede en de derde plaats. Dus de eerste plaats wint een prijs wat minimaal 500 euro waard is. Ja? Dus als je de eerste prijs hebt, het kan zijn dat je het geld krijgt en dat je zelf bepaalt wat je ermee koopt. Maar het kan ook zijn dat je een prijs krijgt wat zoveel waard is. En we zijn bezig met geld inzamelen, misschien wordt de prijs zelfs groter. Ja? Dus dat betekent dat je 5 maanden de tijd hebt om vooral te concentreren op het leren van de Koran. Maar veel belangrijker, waar jullie vandaag op getoetst worden, het goed uitspreken van de woorden van Allah. Het is heel belangrijk. Het goed uitspreken is erg belangrijk. Ja? Want als je de woorden verkeerd uitspreekt, dan verandert de betekenis en dan ben je eigenlijk een beetje aan het spelen in de Koran. Ja? Dus het goed uitspreken is heel belangrijk. Dus dat is een beetje wat er gezegd is. Ik zie dat Salah Rahman nog niet klaar is.